hele goede morgen, Bram. Vandaag de cruciale wedstrijd tegen Berkum. Uitverloren. Een beetje een rare verlies. Vandaag weer de kraken hier op de Koebelt. Hoe sta je tegenover deze wedstrijd in? Nou ja, goed. Inderdaad, uitverloren. Dus wat dat betreft hebben we wat recht te zetten tegen Berkum. Ik denk daaruit voetballend dat wij voetballend beter waren. Alleen, daar gaat het niet altijd om. Daar draait het niet alleen om. Het gaat er ook om wie de meeste kansen creëert en wie ze afmaakt. En dat deed Berkum gewoon goed. En ze waren heel effectief. Veel effectiever dan dat wij dat op dat moment waren. Ja, en dan verlies je zo'n wedstrijd. Dus wat dat betreft denk ik dat we vandaag revanche moeten nemen. Want dit mag ons niet nog een keer overkomen. Ik ben benieuwd. Stel je vandaag op scherp? Ja, nou ja, goed. Op scherp. Wat is op scherp? Ik denk dat we... Natuurlijk staan we op scherp. Want als je zo'n wedstrijd moet spelen en je weet dat hun 1 punt op ons achterstaan in de competitiestand. Als je verliest ben je de koppositie kwijt. Als je wint dan kun je gaatjes slaan van 4 punten naar Berkum toe. Ja, dan als je daar niet op scherp staat, dan sta je volgens mij nooit meer op scherp. Goed, wij komen je vragen. We wensen je vandaag heel veel succes. En de 3 punten toch hier op de koepel kunnen blijven. We gaan ons best doen. Bedankt.
Zoals ik in aan het veen, werken op 2-0.